Het is bloedheet vanavond en we staan hier voor het Coca-Cola Center in Wilrijk, waar we allemaal tezamen zijn gekomen voor een geweldig leuk event. Wat is er hier te doen? Free Record Shop zorgt ervoor dat er heel veel gillende meiden zijn. En vooral het is te doen om het Idool 2011. Want Thank You is het nieuwe album dat hier wordt voorgesteld en wel van Idool Kevin. And every time she's gone too long, she's got my head spinning. What am I gonna do? And my heart pounding. Baby, you know it's you. She's got moves like angels when she... Thank You, inderdaad, dat is de naam van het nieuwe album dat ik uit heb gebracht. Het allereerste album dat ik heb uitgebracht. En hopelijk wordt het goed onthaald door de mensen. En vandaag was de persvoorstelling van jouw nieuw debuutalbum. Ja. Was je een beetje zenuwachtig? Wel, ik was een beetje heel veel zenuwachtig. Dus toch wel redelijk veel. Maar die zenuwen zijn dan weer al verdwenen toen ik op het podium ging. En toen ik zag dat er weer een fantastisch publiek bij stond. Dus ja, dat doet toch wel iets, hè? Als je zo op het podium komt en dat je direct ziet dat het publiek zo echt... komt voor een feestje en direct meekomt zingen en swingen en met die handen zwaaien en klappen. Dat is heel tof. Like I'm the only thing she sees. Wel, super tof om te weten natuurlijk dat er een single van mij zo heel goed wordt onthaald en dat er heel veel mensen naartoe luisteren en dat het goud is gegaan. Dat heb ik een paar dagen geleden pas gehoord en dat is natuurlijk ook zeer tof om te horen, want er zijn toch wel 10.000 exemplaren verkocht. Dat is toch wel nice. Het gaat allemaal snel, hè. Lotto Arena, vandaag de debuutsingle. Winnaar Idool. Kan je nog wel slapen? Wel, ik kan nog wel gaan slapen, maar soms zoek je wel de diepe slaap. Zo. Ik zit dan eigenlijk te slapen, maar over heel veel dingen na te denken. Hij kan heel mooi zingen. Hij is mooi. Hij is knap. Hij is lekker. Vandaag was de persvoorstelling van zijn debuutalbum. Hebben jullie al de album? Nee, nog. Ga je hem kopen? Ja. Zeker weten? Ja, echt wel. Ik krijg hem voor mijn rapport. Ik ga die zeker halen. Ik weet nog niet.